dreigende wolkenluchten en perioden met regen. Dat was kenmerkend voor deze maandagochtend. Af en toe regende het ook even stevig door. En de gevolgen daarvan zien we ook op deze foto. De plassen die ontstonden op de weilanden en op de zandpaden. Maar er gloorde hoop aan de westelijke horizon, want daar kwamen de opklaringen vandaan. Zoals hier te zien op het strand bij Renesse. Daar kwam het zonnetje tevoorschijn. En met het wegtrekken van de regen leverde dat ook nog eens een mooie regenboog op. Maandag dus nog redelijk wisselvallig, maar dinsdag komen we tijdelijk in wat rustiger vaarwater terecht. En dat hebben we te danken aan een rug van hoge druk, is op de weerkaart mooi te herkennen. We zien een knik in de isobaren. Die regen van vandaag is vanavond al grotendeels boven Duitsland aangekomen. En dan gaat die rug van hoge druk ons land passeren, maar is van relatief korte duur. Want in de loop van dinsdag zien we de bewolking alweer toenemen. En dinsdagmiddag en dinsdagavond komt dan een volgende storing ons land passeren. Gaat het weer geruime tijd regenen. En we zien ook dat die isobaren redelijk dicht bij elkaar komen te liggen. De wind gaat aanzwellen, dus we komen weer in zo'n wisselvallig, onstuimig en nat weertype terecht. In de loop van woensdag gaat het geleidelijk wat droger worden, maar die wind blijft dan nog wel een rol van betekenis spelen. Vanavond dan verlaten de laatste buien ons land via het oosten. Dan wordt het op steeds meer plaatsen helemaal droog met opklaringen. Temperatuur ligt dan nog op 6 of 7 graden met een matige westenwind. En vannacht, als die trekrug ons gaat passeren, dan valt de wind wat weg. Komen er opklaringen voor en dan kan het regionaal ook behoorlijk afkoelen. Vooral in het oosten en noorden van het land. Daar een minimumtemperatuur van 2 of 3 graden. Maar ik sluit niet helemaal uit dat het lokaal nog wat kouder kan worden en dat de temperatuur richting het vriespunt kan dalen. Aan zee is het een fractie milder met zo'n 5 of 6 graden. En in de loop van de nacht gaat de wind dan al wat draaien van het westen naar het zuidwesten en gaat al een klein beetje in kracht toenemen. Morgenochtend hebben we dus een relatief frisse nacht achter de rug. Temperatuur heeft dan al een beetje een achterstand opgelopen. Dus de maximumtemperatuur valt vergeleken met de rest van de week ook wat lager uit. Hebben we een temperatuurdipje, het wordt uiteindelijk 8 of 9 graden. In de ochtend dan nog ruimte voor de zon, maar dan komt die storing dichterbij. Gaat vanuit het zuidwesten de bewolking toenemen. En tijdens de middag gaat het dan op steeds meer plaatsen weer regenen. En de wind zwelt daarbij ook aan. In de kustgebieden komt een krachtige tot harde wind te staan. En vooral in de avond is dat aan de orde. Is er ook kans op windstoten van ongeveer 85 km per uur. Die wind blijft ons ook woensdag nog parten spelen. Gemiddeld over het land 5 Beaufort. In de kustgebieden is die wind ook krachtig of hard. Misschien uitschieters naar 8 Beaufort. Het is erg zacht met 13 graden. Geruime tijd regen. In de middag gaat het wat droger worden. De dagen daarna zwakt de wind wat af, blijft wel afkomstig uit het zuidwesten en daardoor is de temperatuur onverminderd hoog voor de tijd van het jaar en is het een komen en gaan van storingen. Dus voorlopig blijft het erg zacht en ronduit wisselvallig.